Hallo iedereen, welkom terug op mijn YouTube-kanaal. Wie nog niet geabonneerd is, druk gerust op de abonneerknop en op het belletje. Dan krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe video van mij online komt. Ik ben ook actief op Facebook en op Instagram. Mocht je me daar nog niet volgen, neem gerust een kijkje. Ik heb ook een paar acties in aanbieding. De eerste actie is, als je me een vraag stelt, beantwoord ik deze uitgebreid. Dit komt op 11 euro. De tweede actie die ik aanbied is, gedurende de maand december en januari kun je een spiritueel coachingsgesprek boeken bij mij. Dit kan via call zijn, maar dat kan ook bij mij thuis. Dit komt op 60 euro in plaats van 75 euro voor 1 uur. En op 85 euro in plaats van 100 euro voor een uur en 30 minuten. Ik heb dan ook nog iets in de aanbieding voor de geliefden. Dus ontvang gedurende 4 weken 3 maal. Gedurende 4 weken 3 maal per week 1 liefdesbrief van jouw twin of jouw persoon. Dit komt op 40 euro. Mocht je geïnteresseerd zijn, stuur me gerust een bericht via Facebook of via Instagram. Vandaag ga ik een korte jaarreading doen voor het sterrenbeeld Waterman. Ik zou zeggen, neem een vraag in jullie gedachten die jullie willen stellen. Deze ga ik dan na de reading beantwoorden met de engelen antwoordkaartjes. Wat mag Waterman verwachten algemeen in de maand januari? Met de ridder van zwaarden wil het zeggen dat je een beetje strijd zou voelen. Dat kan in je hoofd zijn, maar dat kan ook met andere mensen rondom jou zijn. Wat mag je dan verwachten op liefdesvlak? Met de 4 van kelken omgekeerd wil dit zeggen dat je je opnieuw zult openstellen naar mensen toe of naar je partner. Op liefdesvlak is niet altijd in uw relatie, dat kan ook vrienden zijn of familie. Wat mag je dan verwachten in februari algemeen? Met de ridder van Pentakels wil dit zeggen dat je deze maand geduldig zult zijn en zult volhouden. Het kan ook zijn dat je wat harder werd dan andere maanden in de maand februari. Wat mag je dan verwachten op liefdesvlak? Met de 7 van staven wil dit zeggen dat je keuzes zult moeten maken in jouw relaties of situatie. Het kan ook zijn dat je druk voelt van buitenaf. Wat mag je dan verwachten algemeen in de maand maart? Met de 10 van staven wil dit zeggen, je zult het misschien wat zwaar hebben. Maar je ziet wel een uitweg in een situatie. Wat mag je dan verwachten op liefdesvlak? De omgekeerde zwaarden, 2 van zwaarden. Je ziet de dingen voor wat ze zijn. Rechtop staan wil dit zeggen dat je de dingen niet zag zoals ze waren. Maar nu gaat alles klaar en duidelijk worden in jouw relatie. Dit kan goed of dit kan slecht zijn. Wat mag je dan verwachten algemeen in de maand april? Met de duivel zul je soms wat angstig of onzeker voelen. Wat mag je dan verwachten op liefdesvlak? Met de 3 van staven wil dit zeggen dat je een goed oog hebt op de toekomst in een relatie of situatie en je wacht geduldig af. Wat mag je verwachten in de maand mei algemeen? Met de 6 van staven zul je gaan voor een overwinning. Het kan ook zijn op een werkvlak dat je een hogere functie aangeboden krijgt. Wat mag je dan verwachten
in mij op liefdesvlak. Met de koningin van Kelken zul je naar je partner en mensen dicht in jouw omgeving liefdevol zijn. Het kan ook zijn dat je creatief bent in je relatie, om de relatie staande te houden. Wat mag je dan verwachten in de maand juni algemeen? Met de schildknaap van zwaarden zul je een beetje op je hoede zijn in de maand juni. Je kan ook wel wat angst ervaren en soms kun je een beetje snel op je tenen getrapt zijn. Het kan ook zijn dat jij bespioneerd wordt via social media van iemand die afstand van jou houdt, waar je geen contact mee hebt. Dat kan zijn dat jij dit doet bij deze persoon. Wat mag je dan verwachten op liefdesvlak in de maand juni? Met de schildknaap van Kelken komt er goed nieuws om een nieuw leven te beginnen met iemand. Iemand die al in stilte verliefd is op jou of waar jij in stilte verliefd op bent. Wat mag je dan verwachten algemeen in de maand juli? Met de aas van staven mag je verwachten aan nieuwe kansen met veel ondernemingslust. Dat kan ook op liefdesvlak zijn. Wat mag je dan verwachten in de maand juli op liefdesvlak? De matigheidkaart, dat is de tweelingzielenkaart. Dus het kan zijn dat tussen jou en jouw persoon alles in balans is. Je hebt een hele diepe band met deze persoon. Dit is ook de kaart van de tweelingzielen. Dus dit kan zijn dat je nu wel in een connectie zit die dieper aanvoelt of je vroegere relaties of situaties. Mooi toch? Wat mag je dan verwachten in augustus algemeen? Met de 9 van zwaarden kan het zijn dat je een beetje kunt piekeren of slapeloze nachten kunt hebben. Het kan ook zijn dat er iets voorgevallen is in jouw leven waar je je om schaamt. Wat mag je dan verwachten op liefdesvlak? Met de hangende wil dit zeggen dat je je oude leven gaat opruimen om dat nieuwe begin te hebben en ruimte te maken voor een nieuw leven. In de liefde dan weliswaar. Of nieuwe vriendschappen, bekijk het. Wat mag je dan verwachten in september? Met de ster wil dit zeggen dat je jezelf voorop zult stellen en het accent op jezelf zal leggen. Dit kan ook zijn op een liefdesvlak dat je jezelf meer durft blootgeven. Wat mag je dan verwachten op liefdesvlak? Met de dwaas wil dit zeggen dat je vol vertrouwen een nieuwe avontuur zult aangaan met iemand. Wat mag je dan verwachten in oktober algemeen? De ridder van Kelken wil zeggen dat je wel liefdevol zal zijn naar anderen toe. Op werkvlak, op uw werk, relatie, familie, vrienden. Wat mag je dan verwachten op liefdesvlak? Met de 9 van pentakels kan het zijn als single dat je genoeg hebt aan je eigen gezelschap. Dat je het niet nodig vindt om gezelschap op te zoeken. Maar in een relatie wil dit ook zeggen dat je een mooi leven zult leiden zonder zorgen. Wat mag je dan verwachten in de maand november algemeen? De 3 van Kelken wil zeggen dat je iets te vieren zult hebben en dat je zult genieten van jouw leven. Kan ook zijn met jouw partners. Wat mag je dan verwachten op liefdesvlak? Met de koning van pentakels wil dit zeggen dat je een vaste verbinding zult aangaan met iemand. Mocht je al in een relatie zijn, wil dit zeggen dat dit wel een relatie is die wel goed is naar de toekomst toe. Wat mag je dan verwachten in de maand december algemeen? Met de omgekeerde 7 van Kelken wil dit zeggen dat je zult beseffen dat je op het goede pad bent. Misschien op werkvlak,
financieel vlak. Kijk hoe het resoneert in jouw situatie. Op liefdesvlak, met de twee van pentakels, zul je twijfelen. Mocht je in een relatie zitten, zul je misschien wat twijfelen of je wel goed genoeg bent voor jouw partner. Mocht je als single twee personen in je leven hebben, zul je twijfelen met wie je best een relatie aangaat om een goede toekomst op te bouwen. Dit was de korte jaarreading voor het sterrenbeeld Waterman. Hou je vraag in gedachten. Ik ga nu nog eerst een kaartje trekken van de fluisteringen van liefde orakelkaartjes. Dit zal niet met iedereen resoneren. Dit is, ja, ik wou dit eens doen. Dus kijk hoe het resoneert. Ik heb er twee. Denk na over je basis. Onderzoek hoe toegewijd je bent aan liefde. Het tweede kaartje die eruit kwam. Lichamelijk contact is belangrijk. Aanrakingen zijn onmisbaar in ons leven. Ik ga eerst... Denk na over de basis. Liefde betekent je onvoorwaardelijk toevertrouwen aan iets of iemand. We geven onszelf volledig in de hoop dat liefde het blijvende resultaat zal zijn. Liefde is een kwestie van vertrouwen. Weet dat liefde je leven beter maakt. De liefde die je te wachten staat. Deze kaart staat daarvoor. Lichamelijk contact is belangrijk. Soms is een knuffel precies wat iemand nodig heeft. Voor ons mensen is het vermogen tot lichamelijk contact heel belangrijk. Handen vasthouden, kussen, omhelzen of je arm om iemand heen slaan. Het kan veel voor iemand betekenen. Dus dit wil ook zeggen, sta een beetje open voor jouw vrienden, voor jouw partner. Dus lach hier in de liefde, dat je toch kunt openstellen. Dus je bent goed op. Ik ga nu het kaartje trekken voor Waterman. Antwoord op jullie vraag. Kaartje voor Waterman. Ik heb nu dus, vandaag, Waterman is het zesde sterrenbeeld voor deze week. Dit zijn heel lange readingen. De reading zelf is kort, maar de voorbereiding is er enorm veel werk aan. Ik doe dit in bijberoep, dus ik kan niet beloven dat er deze week nog sterrenbeelden aan de beurt komen. Dan doe ik verder volgende week. Ik ga dan beginnen. De volgende zal dan een leeuw zijn. Want er had mij iemand gevraagd naar leeuw. Dus leeuw is de volgende op mijn lijstje. Een vraag. Een antwoord op de vraag van Waterman. Eén kaartje alstublieft. Thank you.
Optional vraag van Waterman. Vraag het aan je engelen. Je engelen zijn altijd bij je, maar je moet hen wel om hulp vragen, zodat ze jou de hulp kunnen geven waar je naar zoekt. Want de hemel respecteert de keuze van je vrije wil. Stel duidelijke vragen aan je engelen. Je kunt dit zowel hardop als in een stilte in je gedachten doen. Je engelen zullen je, volgens Gods wil, onmiddellijk helpen. Je engelen kunnen ook specifieke boodschappen hebben over de situatie waar je een vraag over stelt. Ga rustig zitten op een vredige plek, binnen of buiten, in de natuur, en vraag om raad en leiding. Let op welke boodschappen je ontvangt. Het is mogelijk dat je antwoord krijgt door een gevoel, iets dat je hoort of ziet. Of misschien weet je het antwoord gewoon. Ook kun je gedurende de dag de engelen om tekens vragen, om je naar de juiste weg te leiden. Mooi kaartje toch? Ja, tekens zijn ook belangrijk. Je hebt soms dubbele getallen. Ja, als de vraag is over een persoon, over de gevoelens, ja, krijg je soms boodschappen door via liedjes, dubbele getallen. Oké. Mocht je de video leuk vinden, geef hem een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en tot later.